Ik weet niet of hij kunt lezen, maar... Daar is er 40 jaar voor de Metaalunie. Ja, dat is een hele tijd, maar... maar 40 jaar bij een baas werken, dat is veel. Maar dat doen veel mensen, ook dat. Maar 40 jaar bij één baas werken, dat is dan een beetje het unieke eraan. Ja. Ja. Dat is zeer bijzonder, ja, inderdaad. Dat maak je heden ten dagen bijna niet meer mee dat een medewerker 40 jaar bij dezelfde werkgever in dienst is. Dus ja, inderdaad. Hier buiten ben ik onder pie, en binnen ben ik een baas. De oprichter is Mine Perdoem, maar dat heeft er niks mee te maken in de zin van, eigenlijk was ik vroeger, ging ik van de NTS af, huur ik net ook zeggen, en een man die was helemaal rood door de boetel. En die geeft nog een broer in van, alsjeblieft kun je niet iets met ons Frans, want op school hier dit niet en dit en dat. En toen heeft directeur Pierre Schonker hier achter op de achtergrond, die heeft me toen aangenomen. Ja, wie ik 17 jaar hoor, dus. Frans is een serieuze medewerker die wel op zijn tijd de lol en de humor binnen KDS wel op een wat hoger niveau houdt. Dus ook daar draagt hij goed aan bij, moet ik zeggen. Ja. Een klacht dat er een oranje busje reed en hij had zijn blote kont voor het raam zat. Ik weet niet wie het was, hij is nooit bekend geworden, maar hij zat wel in de bus. Ja, maar ik was het niet. Ik heb nog wat... Spannende verhalen van tijd net, joh, samen met hun. Dat is wel heel grappig, joh. Want ja, 40 jaar, er is in die 40 jaar heel veel gebeurd. En dan is dat wel leuk, joh, om er nog eens even over te babbelen. Want heel veel mensen die tikken bij zeggen, ja, Frans, 40 jaar. Ik zeg, ja, maar hoe lang werk je zelf al? Ik heb hier altijd al mijn dingen kunnen doen in mijn leven, waar ik Geer heb gedaan. Ik heb Geer gevoetbald, ik heb Geer met de Vaste Noordens voor gedaan. En daar kreeg je altijd ruimte voor. Je kost je, ik moet even een uurtje weg, was allemaal geen probleem. Maar, dan tegen moest je dan natuurlijk wel wat voor terug doen door soms iets langer te werken of zo, of in de weekenden, maar daar ga ik even over. Ja. Frans de Eerste, volgend jaar hebben we nog twee jubilarissen, François Grijn en Ron Everaars. Dus ja, het volgt nu best wel snel elkaar op. Dus ja, ook dat is weer heel bijzonder, dat we er dan op 2 jaar tijd 3 hebben. Dus ja, inderdaad. Ja.